Hoe bouw je een auto die jou een flinke crash laat overleven? Dit is de Universiteit van Nederland. In Nederland rijden we gemiddeld zo'n 13.000 kilometer per jaar met onze auto. En de kans op een ongeluk is de afgelopen jaren sterk afgenomen. In de jaren 70 van de vorige eeuw... overleden er ongeveer 30 mensen per 1 miljard gereden kilometers. En tegenwoordig is dat aantal gedaald tot 2. En de veiligheid van de auto's is sterk verbeterd. Auto's denken ondertussen met ons mee en, en, en kijken zelfs met ons mee. Zoals dus we op de snelweg rijden en we zitten een beetje te suffen en mogelijk raken we buiten onze rijstrook, dan begint plotseling de stoel te trillen om je wakker te maken. En uh, auto's kunnen zelfs zelfstandig remmen om een ongeluk te voorkomen. Aan de andere kant, dat lukt ook niet altijd, niet altijd werken de elektronische snufjes. En dan is het fijn dat je in een auto zit die probeert jou maximaal te beschermen als er een ongeluk optreedt. En wat er dan gebeurt is dat de auto uh, bij een botsing in elkaar gaat zitten. En we hebben daarvoor slimme materialen en slimme constructies nodig. En dat brengt me tot mijn vakgebied van materiaalkunde, waarbij we proberen om het gedrag van materialen te begrijpen. En proberen steeds betere materialen te bedenken, zodat we in een constructie het juiste materiaal op de juiste plaats kunnen zetten. Eigenlijk, net als een coach zijn team niet blind het veld opstuurt, maar de juiste man op de juiste plaats zet. Uh, ja, hoe doe je dat dan? Uh, een materiaal slim ontwerpen. Als het gaat om de veiligheid van auto's, is de makkelijkste manier om dat te doen, is de auto onder gecontroleerde omstandigheden te testen, bijvoorbeeld bij een botsproef. Een van de botsproeven is de volgende, waarbij je met een, een auto met een snelheid van 64 km per uur op een blok beton laat rijden. Uh, dat komt eigenlijk overeen met de situatie die je in de uh, bebouwde kom ziet waarbij twee auto's van 50 km per uur tegen elkaar aanrijden. En wat gebeurt er is dat de auto enorm in elkaar gaat zitten, vooral aan de voorzijde. Op zichzelf is dat goed, want daarmee wordt de klap van de botsing opgevangen. In dit geval ging het wat minder, want ook de bestuurder is compleet in de kreukels geraakt. Het is duidelijk dat deze auto nog niet voldoet aan de nieuwste normen en dat onjuiste materialen en constructies zijn gebruikt. Gelukkig kan het ook beter. En tegenwoordig um, zijn de auto's zo ontworpen en zijn goede materialen gebruikt waarbij opnieuw de voorzijde van de auto goed in elkaar zit, maar het gedeelte waar de bestuurder zit uh, en uh, de passagiers, dat blijft eigenlijk onvervormd. En zelfs al zou je... Een ongeluk krijgen waarbij een auto van de zijkant die jouw auto raakt, dan nog zal het gedeelte waar jij zit zo goed als onvervormd blijven. Maar uh, ja, wat is dat eigenlijk, vervormen? Nou, daar wil ik het zo over hebben. Maar er is nog een punt dat het nog iets ingewikkelder maakt. Um, al die delen van de auto's zijn gemaakt door omvormprocessen. De bumper, uh, delen van de motorkap en ook van de deuren zijn allemaal door omvormprocessen gemaakt. Dus hoe doe ik dat nou? Ik moet aan de ene kant een onderdeel maken, dan wil ik dat het vervormt. Aan de andere kant wil ik het gebruiken, dan mag het niet vervormen. En tenslotte gebeurt er misschien een ongeluk, dan moet het weer wel vervormen. Of niet, als het het gedeelte is waar ik zelf zit. Dus hoe krijg ik het nou voor elkaar dat het materiaal naar mij luistert, dat het doet wanneer het, dat het dus vervormt op het moment dat het mij uitkomt? Daar gaan we het vandaag over hebben. En de eerste vraag die we dan moeten beantwoorden is de vraag: wat is eigenlijk vervormen? Om te begrijpen wat vervormen is, moeten we eigenlijk afdalen naar het niveau van de atomen. Nu zijn atomen relatief klein, dus dat zal ze gewoon niet lukken. Maar ik heb iets meegenomen wat er een beetje op lijkt. En U ziet hier een kistje met, met sinaasappels. En die sinaasappels zijn op een nette manier opgestapeld. Een beetje kwaliteitsgroenteman doet dat ook op die manier. En u ziet dat uh, alle sinaasappels netjes naast elkaar liggen. En daarmee kan ik één laagje sinaasappels maken. En vervolgens leg ik daar dus een laagje bovenop. En zo kan ik doorstapelen. En zo maak ik een kristal op. Want de atomen in aluminium, in koper en in goud zijn op precies dezelfde manier gestapeld. En als ik andere metalen neem, zoals ijzer, dan is de stapeling iets anders. Maar het idee is hetzelfde: het is opgebouwd uit laagjes. Nou, stel je nou eens voor dat ik dit materiaal ga belasten. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, er zijn twee vormen. De eerste vorm is de volgende. Als ik aan dit materiaal trek, dan zal de afstand tussen de atomen iets groter worden. En dan als ik niet te hard trek en ik laat de kracht weer los, dan veert hij weer terug naar de oorspronkelijke afstand. En dat is wat we elastische vervorming noemen. Zou ik nu harder trekken aan deze sinaasappels of aan deze atomen, dan gaat er wat anders gebeuren. Wat er dan gebeurt, is dat de lagen die u hier ziet, dat die over elkaar heen beginnen te schuiven. En op het moment dat zo'n Laag verschoven is, blijft die in die toestand zitten. Dus heb je het metaal vervormd, dan blijft het in die toestand. Zo kun je dus een metalen onderdeel vormgeven. En dat noemen we dan plastische deformatie. Um, nu kunnen we natuurlijk allerlei auto onderdelen maken. We kunnen nieuwe uh, metalen ontwikkelen, maar dan willen we eigenlijk niet daar in één keer een hele auto van bouwen en die met een botsproef beproeven. Het zou veel fijner zijn als we een proef hadden om de kwaliteit van het nieuw ontworpen staal te testen. En die proef is er en dat is de trekproef. Uh, en bij de trekproef maken we gebruik van een speciaal proefstuk, de trekstaaf. Ik heb er hier eentje meegenomen. Ziet er niet zo ingewikkeld uit. Hij is aan de bovenkant en aan de onderkant wat dikker. En die wordt ingespannen in een apparaat en dan wordt hij uit elkaar getrokken. En als ik niet te veel trek, dan zullen. De atomen elastisch vervormen. En dat zie je dan als een uh, rechte lijn tussen de kracht op de verticale as en de vervorming op de horizontale as. En zolang het elastisch blijft, is dat dus een rechte lijn. Zal ik dus een hogere kracht aanleggen, dan gaat het materiaal plastisch vervormen. De kracht neemt nog een beetje toe, maar de vorming in één keer veel meer. Nou, de overgang van het elastische naar het plastische gebied. Heeft te maken met de rekgrens, met de sterkte van het materiaal. En de maximale kracht treedt op bij de treksterkte. Bijzonder is nu dat het oppervlak onder deze curve een maat is voor de hoeveelheid energie die door het materiaal wordt opgenomen. En dat betekent dat dat hangt dus samen met de hoeveelheid energie die het materiaal op kan nemen bij bijvoorbeeld de botsproef. Wat leren we nou uit deze curve? Nou, we leren uit deze curve dat als we dus de energie die een materiaal op kan nemen groter willen maken. Dan moeten we die curve naar boven verschuiven. Dat betekent dus dat de overgang van het elastische naar het plastische gebied omhoog schuift. Het materiaal wordt sterker. Maar dat heeft nog een effect. Want als ik het materiaal sterker maak, dan heb ik er ook minder van nodig. En dat betekent dat het gewicht van de auto afneemt. Dat betekent ook weer dat hij dus zuiniger wordt, want ik hoef een minder zware auto steeds op snelheid te brengen. En vervolgens betekent het ook. Dat de klap die je maakt bij een ongeluk ook kleiner is, want dat hangt samen met de massa. Zou het namelijk een vrachtwagen zijn geweest met dezelfde snelheid die ergens tegenaan rijdt, dan zijn de gevolgen altijd veel groter. Goed. Um, dus ik moet eigenlijk proberen om die auto-materialen dus sterker te maken. Hoe doe ik dat? Nou, om daar iets van te begrijpen, is het handig om eigenlijk eerst eens te kijken van hoe maak ik een auto een auto wordt meestal gemaakt uit aluminium of staal. Ik zal me hier beperken tot staal. Um, staal vinden we, of verkrijgen we door het staal in een hoogoven uit ijzerets om te smelten tot, uh, tot ijzer. En vervolgens wordt dat via een continu gietproces um, uh, uitgewalst tot uh, ja, stalen platen. Die platen worden vervolgens naar een uh, automobielfabrikant gebracht die daar dan dus producten uitperst. Bijvoorbeeld de bumper of de motorkap of bijvoorbeeld een van de delen van de zijkant van de auto. Vervolgens eh, worden die delen via lijmen of lassen aan elkaar gemaakt, zodat je dan uiteindelijk één carrosserie van de auto hebt. En vervolgens kun je daar dan bijvoorbeeld de wielen in plaatsen, de motor inzetten, de stoelen erin zetten en uiteindelijk dus een stuurtje om mee te kunnen sturen. En het idee is nu dat we proberen om in dat productieproces van ijzererts, via de vloeibare fase naar gewalste plaat, om daar in te grijpen om het materiaal sterker te maken. Dan kunnen we toch de bestaande productiemethodes gebruiken en daar subtiel veranderingen aanbrengen. De vraag is nu, hoe kunnen we nou het materiaal sterker maken? Want daar waren we naar op zoek. Dan ga ik toch weer even terug naar mijn kistje met sinaasappels waarin ik dus dat kristal heb. En ik heb net uitgelegd dat een materiaal sterker wordt, of tenminste dat een materiaal vervormt door het schuiven van de lagen. Um, stel nu dat ik dus één of twee van die sinaasappels zou weghalen en in plaats daarvan dus een groter atoom ertussen zou plaatsen. Als ik dat op verschillende posities in die lagen doe, dan kunnen je zich voorstellen dat het dus moeilijker wordt om die lagen over elkaar heen te schuiven. En in werkelijkheid kan ik dat ook doen. Bijvoorbeeld, ik kan staal maken en daar voeg ik andere atomen met een andere grootte aan toe. En dat noemen we legeren. En daarmee kan ik het materiaal Meestal een factor anderhalf à twee keer zo sterk maken. Dat is op zich nog niet genoeg om een goede auto van te bouwen, maar zien we toch wel een begin. Een tweede methode, die eigenlijk veel effectiever is, zou natuurlijk zijn als ik ja, eigenlijk die atomen nog veel groter zou maken. Misschien, misschien, misschien moet ik wel gewoon zo'n pompoen gebruiken. Die is natuurlijk veel groter. Nadeel is alleen dat er geen atomen zijn die zo groot zijn. Dus dat gaat wel met fruit, zeg maar, maar niet met echte atomen. Maar ik, ik ben niet voor één gaat te vangen, dus ik kan nog iets anders bedenken. En um, dat is het volgende. Ik kan namelijk groepen van st sterke groepen met atomen laten ontstaan. Uh, en dat is een beetje vergelijkbaar met het ontstaan van mist. Want wanneer ontstaat er mist? Meestal op een vochtig dag, als er veel vocht in de lucht is um, en het koelt in de loop van de avond af, dan uh, kan er niet meer zoveel vocht opgelost zijn in de lucht. En dat teveel aan waterdamp komt eruit in de vorm van hele kleine waterdruppeltjes. En dat is eigenlijk mist. En dat is een mistwolk en is ook hetzelfde als de wolken die we in de lucht zien. Um, dat idee van iets afkoelen of gebruik maken van temperatuur kunnen we ook doen bij metalen. Ik zal het voorbeeld geven voor aluminium. Dan kunnen we op hoge temperatuur, als het metaal vloeibaar is, kunnen we bijvoorbeeld extra koper aan toevoegen. En op hoge temperatuur... Past die koper daar prima tussen de aluminiumatomen? Maar gaan we dat vervolgens afkoelen? Dan kunnen we het zo inrichten dat er een sterke groep van koperatomen ontstaat. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met dat ik hier dus een aantal van die sinaasappels weghaal en daar dan dus die koperatomen, en ik heb hier een groep koperatomen, tussen zet. En u ziet al, dat is natuurlijk een veel grotere groep dan, uh, dan deze hier. En dat geeft ook een veel grotere toename aan sterkte, tot wel een factor 10. En dat is de manier. Het laat ontstaan van sterke groepen met atomen om aluminium dus zo sterk te maken dat we daar ook vliegtuigen van kunnen maken. Nou, in de staalindustrie kunnen we ook vergelijkbare processen uitvoeren, waarbij we gebruik maken van goed gekozen legeringselementen en goed gekozen warmtebehandelingen om ervoor te zorgen dat we staal met zeer hoge sterkte kunnen maken. Maar wat wilden we nou eigenlijk oorspronkelijk bereiken? Wat we oorspronkelijk wilden bereiken was een, uh, een staal maken. Dat goed vervormbaar is op het moment dat het ons uitkomt, dat vervolgens niet vervormt als we de auto gebruiken, en dat vervolgens ja, wel vervormt als het aan de voorkant van de auto zit, maar weer niet als het ergens aan de zijkant zit. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Nou, dat krijgen we voor elkaar door slim te spelen met legeringselementen en met warmtebehandeling. En wat we bijvoorbeeld kunnen doen, is tijdens het productieproces van het staal al een aantal legeringselementen toevoegen. Niet te veel, want te veel dat kost ons te veel geld. Maar precies de juiste hoeveelheid. Net als een topkok in een drie sterren restaurant. Subtiel met extra ingrediënten omgaan. Vervolgens um, is het materiaal dus wel iets sterker, maar nog niet zo sterk. En dan kunnen we dus met eenvoudige omvormingsprocessen de producten maken die we willen. Dus een bumper, een uh, zijstijl of een deur, dat soort dingen. Of voordat we die in de auto inbouwen, kunnen we ze vervolgens een warmtebehandeling geven. En dan krijgt het materiaal ineens de sterkte die we nodig hebben voor de praktische toepassing. En vervolgens, mocht er dan later een ongeluk gebeuren, dan is dat materiaal dus lekker sterk en goed vervormbaar. Um, dus hoe moeten we dat nou in praktijk doen met een auto? We moeten dus kijken van welk onderdeel uh, heeft welke functie. En zo kunnen we voor elk onderdeel het juiste materiaal vinden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de buitenkant van de auto, dat heeft meestal de meest ingewikkelde vormen. Om ervoor te zorgen dat de auto er mooi en koel cool uitziet, maar ook dat de stroomlijn goed is. Die staalsoorten zijn in het algemeen heel goed vervormbaar. En dan zorgen we ervoor dat ze dus niet te sterk zijn, maar dus wel goed vervormbaar. Gaan we naar de onderdelen die bijvoorbeeld aan de voorzijde van de auto zitten? Die moeten juist sterker zijn. En dan zal ook het oppervlak onder de curve zo groot mogelijk zijn. En voldoende. Rekgrens en voldoende vervormbaarheid. En tenslotte, als het gaat om de delen die bijvoorbeeld aan de zijkant van de auto zitten, op kritische plaatsen, die zullen dus zo gemaakt worden dat ze de hoogste sterkte hebben. En voor elk onderdeel, voor elke plaat, hebben we dus een aparte warmtebehandeling. En dat betekent ook dat elke plaat ook zijn eigen samenstelling heeft en dat we dus verschillende staalsoorten op verschillende plaatsen gebruiken. En dat is dan het geheim van de smid. Dus. Hoe bouw je een auto die jou een flink crash laat overleven? Door metalen te ontwikkelen die de juiste balans hebben tussen aan de ene kant vervormbaarheid en aan de andere kant sterkte. En vervolgens hangt die balans dus af van de plaats waar dat staal in de auto zit en ook van de functie daarvan.